Een man heeft dinsdagochtend een grote etalageruit ingetrapt van de Bijenkorf in Eindhoven. Omdat ook de markt op het 18 septemberplein was, zagen veel mensen het gebeuren. Iemand waarschuwde een agent die onderweg was naar zijn werk. Die wist de dader staande te houden in de piazza. Met hulp van andere agenten is de vandaal aangehouden. Waarom hij de etalageruit sloopte, wordt nog onderzocht door de politie.